Hoi dames en heren, en fijn dat jullie weer kijken naar een goed nieuwe vlog. Gebied gaan we ja van naar waar? Naar de tuinwijk in Aarschot, want die bestaat 100 jaar en daar gaan we eens een kijkje nemen. Juist. Wat daar te zien is. En ik heb ook gisteren ook iets heel leuk gedaan, ja, een raid van Pokémon. Nieuwe Shadow Raids, weet je wat daar staat, wat ik had? Nee. Sommige mensen was het toch zo 20 raids en hadden die nog niet shiny, hè? Twee Shadow, wacht als ze het goed kunnen zien. Twee Shadow Mewtwo Shinies, 1 en 2. Twee Shadow Mewtwo Shinies. En eerst first try, dus direct shiny, en de tweede ook nog eens shiny, dus ik had wel echt heel leuk daar. En wat ik vandaag misschien ook in mijn vlog kan steken, is deze. Jullie mogen raden wat deze is. Deze hier. Jullie krijgen 3 seconden. 3, 2, 1. Raad maar wat dat is. Zo, en dan zijn we de vlog weer goed begonnen. Zo dames en heren, nu zijn we terug van de markt. En was de markt een vette avond? Ja. Er stond wel iets, hè. Ja, maar het is minder dan andere jaren, mensen. Ja, dat horen. En die bestond 100 jaar. Dan zouden ze, ik persoonlijk, mocht daar meer zijn. Ja. Maar ik heb dat niet kunnen voelen, omdat ik dat niet wou, anders pak ik andere mensen in beeld, hè, Jan. Als zouden we ook de markt kunnen zien. Maar nu hebben ze eigenlijk geen bewijs dat er veel volk was of niet, hè. Of veel stond, hè. Alleen wij kunnen dat oordelen, de mensen niet, hè. En waar we misschien ook mee kunnen spelen op het gebied, is deze. Dit hier zijn mensen. Deze hier. En Jan? Dat was een rage ergens. Ik weet niet waar. Ah, dat ding. Denk jaar. Als bekan gepakt. Bekan had ik hem. Hij is nu met jij dat. Het is wel moeilijk. Zullen we een video maken dan deze? Ja, doe. Nee. Gaat hem bekan. Okay. Gaat hem bekan, ja, man. Ik had hem ook weer bekan. Bekan. Wacht. Wie als eerste heeft, die als wint. Dan zo met doen ze. Hopla. Wie als eerste heeft, wint. Ja, ja, oké. Okay. Ja, kan het. Oh. Weer bekend. Misschien ga ik ook een timelapse van maken. Hoe dat wel aan het speel zijn, goed? We gaan tot 5, tot 3 punten, ja, schoon. Goed. Dus ik heb nu 1-0, hè? Ja, doe maar. Nee. Ja. Dus nu komt de timelapse. Maar hoe dat we het spel spelen. Goed, Javon? Ja. En nu ga je nog een filmpje maken, of wat? Maar eerst ga ik even dat raam open gooien, omdat hier echt bakken is in de auto. Alles? Ja. Ja, ik ga dingen halen, dus voor die kantbedekker vast te maken, haken. En dan ga ik ook PU's gaan kopen voor de gordijnkasten dicht te maken. Ja. En dan eventueel afdichtingen. Juist. En misschien ook een wc-bureau of zo vernieuwen. Misschien nu is het 20% korting bij Gamma. Dus we gaan eens kijken. Hè. Het is tot 4 uur open, dus al een dag eens. Dan is een denk dicht. Het is nog 16 uur. Is dit een auto niet? Ja, normaal tot 16 uur. Maar er zijn geen auto's. Ja, ja, tot 1 uur open was, dacht ik? Altijd. 16 uur. Ik dacht altijd op om 1 uur. Mm-hmm. Vandaag zou het uitsluitend open zijn tot 16 uur, ik weet het niet. Hij is nog open. Ja. Hier gaan we naartoe, beste mensen. Als jullie een prachtige view kunnen zien. Nu gaan we daar naartoe. Nu zijn we er al.
Hier in het toer zijn ze. Net staan we nog in de schaduw, ze. Voilà. Maar voor zo'n klein stukje 3 euro. Maar en ik heb betaald 14 euro 5 meter voor een heel mat. Een heel mat. Bij de Action of wat? Bij de Action, ja. Voor 14 euro 5 meter voor een mat. Ik binnen? Een grasmat? Nee, ik heb het gezien. En dat ook echt met gras op? Ja, ja. Maar dat is geen naam. Zo, dames en heren, nu zijn we weer terug van de winkel en van de Gamma dus. En wat we hebben meegebracht in de Gamma, dat hadden jullie allemaal gehoord in een auto. Dat waren namelijk, kun jij het nog zeggen, Jan? Tubus EPU schuim. Juist. EPU, toch noemt dat. PU schuim. Twee bussen en dan nog twee bussen dichtingsmiddel. Juist. En een houten plaat, hè Jas? Ja. En ook nog zoals die riet. Die hobbykamer. Die pinnen. Juist. Die haringen. Ja. En dan. Ja, want zou jij ooit meespelen met kans spelen? Wat is dat? Zoals de lotto. Misschien is we ook games, maar niet van. Misschien niet. Ik heb al eens een keer met Lotto meegespeeld, dan heb ik maar 1 euro gewonnen. Maar volgens mij, hè, dat geldt van Lotto, hè, wat je uitgeeft. Hè. En dat je nu wint, hè, gaat volgens mij naar een doel. Dat ik het goed moet zeggen. Ja. Of naar de voetballen. Of naar de ramp in Turkije. Ja. Was Turkije Syrië dat ik het goed heb? Ja. Daar kan ook naartoe gaan, dat geld. Maar de lotto winnen, als 1 kans op 1 miljoen dat je dat wint, Jan? Ja. Of is dat meer kansen? Nee, niet tot heel weinig kansen. Heel weinig kans dat je die wint, de lotto. Ik heb als 1 keer met lotto meegespeeld, weet ik goed genoeg, dan heb ik 2 euro gewonnen. Dat is toch goed voor de eerste keer, Jan? Het is wel geen vette, maar ja. Nee, het is geen vette. Ja. Dus, euro, want je hebt elk verlies eigenlijk, hè. Verlies, want hoeveel betaalde voor zo'n ticket wel niet? 10,50 euro. Hangt er vanaf mijn burger. Euro 25. Nee, jij had met 10 euro gespeeld, denk ik. Met de lotto heb ik gespeeld, ja? Het is een keer, hè. Ja, en wat heb je gewonnen? 2 euro. Ja. En je moet altijd zien dat je wel winst hebt. Je moet altijd zien dat je winst hebt, natuurlijk. Ja, ik zie dat je winst hebt, maar... Dus, dat is toch wel interessant dat ik deze dingen ook in mijn vlogs meeneem. Soms interessante dingen, ja. Wat ik nu zeg. Ja. Interessant, ja, je dat die mensen het interessant vinden. Mm-hmm. Ik vind dat leuk, zeg. Maar ja, ik denk wel, je moet daar een beetje helpen met de Rotterdam. Geluk. Ze zullen wel iemand laten winnen, dan sowieso. Er zal wel iemand winnen, ja. Natuurlijk, maar het is een spel dat moeilijk. Ja. Vroeger was er een goed spel op e-games. En dat is Flash 5, of was het een ander? Flash 5. Flash 5, juist, maar dat was weggehaald. Ja. Flash 5. Ik denk dat je een beetje goed met hem, maar dat is. Ja. Die persoon die winnen bijvoorbeeld, die hebben gewoon de, ja, puur chance gehad. Ja. Zo, dames en heren, tot weer het einde van de vlog. Hopelijk hadden jullie genoten van de vlog. Morgen komt er ook weer een leuke vlog online om 18 uur. Dan zeg ik zoals ik altijd zeg, en dat is tot een volgende video later, toppers.